boom planten in de, op de voormalige begraafplaats die bij de kerk hoorde vroeger. En de treures links van mij is een boom die is geplant in 1902. Dus die is 120 jaar oud. En die krijgt vandaag een nieuw broertje in de vorm van een boseik. We staan hier in Harmelen bij de kerk, de dorpskerk in Harmelen. Bij een gat. En op deze plek zijn al veel gaten gegraven, want dit was vroeger een kerkhof. Maar nu is er een gat gegraven voor een andere, veel leukere gelegenheid. Hier wordt namelijk een boom geplant. Hier is een boom dood gegaan, ik zal je even laten zien. Hier stond een iep en die is dood gegaan. En dat is nou eenmaal zo. Bomen zijn levende dingen. Het voordeel van levende dingen is dat ze leven. Het nadeel van levende dingen is dat ze weer doodgaan. Dus die heeft er niet gered. Daar zien wij een boom van 120 jaar oud. Die redt het nog wel. Maar hier gaan we straks een prachtige nieuwe boom planten. Gearriveerd. Voor ik het vergeet, het is een Quercus serris voor de kenners. Het is een moseik of Turkse eik. En die heet zo omdat straks de eikels eraan komen en die hebben een soort mosje om zich heen. Hiermee heeft de gemeente Harmelen een prachtige boom erbij gekregen. De gemeente Harmelen was al mooi, is nu nog mooier geworden. Meerdere partijen hebben eraan meegewerkt. De Bomenstichting, de Bomenwacht, de gemeente en ook de kerk. Dus waarvoor dank allemaal. De Bomenstichting heeft nu voor het eerst op deze boomplantdag, boomfeestdag, hier een boom geschonken aan deze gemeente. Dus voor iedereen te bewonderen straks. En dat proberen we in de volgende jaren altijd te doen. Want de Nationale Boomfeestdag die wordt nu gehouden in Zundert. Maar wij hebben hier ons eigen feest in Harmelen. En we gaan hier deze boom planten. Nou, we gaan hem niet onthullen, maar een boom moet niet onthuld worden. Een boom moet geplant worden. Dat hebben echt de werkmannen hebben het echt een goede werk gedaan. Dus dank daarvoor, heren. Maar nu gaan we het even afmaken. Het sausje eroverheen. Door de meneer van de kerk, meneer Woudenberg, geloof ik. Van Woudenberg. En mijn naam is Lommers van de Bomenstichting. En wij gaan dat klusje even afmaken. Van Woudenberg. Nou, en de hele gemeente Harmelen, gefeliciteerd met deze boom. Heel veel plezier, hij kan nog honderden jaren staan. Dus zorg er goed voor, de Bomenwacht gaat er goed voor zorgen. En wij als Bomenstichting waren blij dat wij deze boom aan de gemeente Harmelen, aan de inwoners van Harmelen, mochten doneren.